uitstekende koers loopt, maar er zo dadelijk wel een aanval gaat krijgen van een der andere deelnemers aan de buitenkant. Waardoor het ja, mij iets wat ontnomen wordt door wat lichtflitsen. Dat is Albert H. Albert H. lijkt geboekt voor het derde plekje, maar vooraan is Godiva. Vleven ontsnapt, maakt de favoriet het meer dan waar. Is Misha Brouwer hier op weg naar de grootste zegen? Het is Godiva Vlevo met een straatje uiteindelijk nog voor Fabulous wel. En op de derde plaats de vier, en dat is Albert H. Michel, gefeliciteerd. Hoeveel sta je nog achter? Ik sta voor mij nu op 3 overwinningen achter. Op Finn. Is het nog haalbaar? Ja, alles is haalbaar, vind ik. Ik doe mijn best en ik krijg goed hulp van iedereen. En vooral van mijn baas Bas. Ja, super. Ook jij mag, als je wil, met 20 euro korting mee met onze bus. Naar de Prix de Amérique. Dankjewel. Goed, je mag voorrijden. Gefeliciteerd. Peter... Succes, ik ken het moment niet op. Nee, het gaat heel goed op het ogenblik. En heel blij met deze overwinning. Misha Brouwer en Godiva Vlevo. Gefeliciteerd, Peter. Op naar de volgende. Dankjewel. Honderd. 50 meter nog. En de start is gevallen. Paarden onderweg. En daar komt aan de buitenkant Albert H. Daar gaat ook heel goed mee Godiva Vlevo. En aan de binnenzijde een superstart voor Donder Freo. En Donder Freo die neemt het veld op sleeptouw. Maar Godiva Vlevo die wil van geen wijken weten. Beide paarden geven nu vol gas. En daarachter probeert in te parkeren Albert H. Maar daar zit nog net tussen paard nummer 3. En dat is Diesel Scott. En zo hebben vooraan de leerlingen hier eventjes de dienst uitgemaakt. En hebben ze een aardige voorsprong genomen op Peter Wortel. Die een uitstekende start heeft gekend daarachter met zijn Borkaling. Achter Borkaling komen dan de overige paarden nu ook aansluiten. Zoals er zijn Esprit Zarda. En achter Esprit Zarda ontwaren wij zo te zien Jaap van Rijn. Onder andere met zijn Fabulous Well. En zo komen de deelnemers dan op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Straks bij het passeren van de finish nog 2 volledige rondes te gaan. En de posities in het veld zijn gekozen. Waarbij Donder Freo leidt. Donder Freo met nog 2 rondes te gaan. Lengte voor Godiva Vlevo op plek 2. Maar er komt reactie, want daar meldt zich aan de buitenzijde. Terwijl we galoppaarden zagen. Uitgeschakeld nummer 6 galop. Daar meldt zich aan de buitenzijde al Fabulous Well. Die heeft duidelijk plannen en komt in het tweede spoor naar voren en doemt zo dadelijk op tot schuin naast de favoriet. En dus moet Misha Brouwer een beslissing nemen. Maar voor Misha is die beslissing niet zo moeilijk. Hij gaat met zijn paard dat normaal gesproken qua klasse er wat bovenuit steekt gelijk naar het tweede spoor. We zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. De Donder Freo aan de kop. Op de tweede plaats aan de buitenzijde Godiva Vlevo. Aan de binnenzijde koers op maat voor Diesel Scott. Achter Diesel Scott, heel mooi geplaatst, nu Fabulous Well. En die Fabulous Well, die wordt dan weer op een lengte gevolgd aan de binnenzijde door Albert H. Die zit nu wat moeilijker. En achter Albert H. aan de buitenzijde dan paard nummer 8, Esprit Zarda. Die wordt nog vooraf gegaan trouwens door Arvid Boko. En aansluiting is er voor Borkaling. 2-2 langs de rechter ronde te gaan. Het is gebeurd met de koploper. Het is aan de buitenzijde daar zomaar naar de leiding. Die nummer 2 Godiva Vlevo. Maar er komt reactie. Aan de buitenzijde nu Fabulous Well. Daarachter dan stalgenoot Diesel Scott. Nicole Hendricks. Die was klaar wakker en vond een passage. En gaat in de achtervolging op die 2 paarden vooraan. Dat zijn de favorieten. En die hebben nu wat voorsprong genomen op de concurrentie. Waarbij Godiva Vlevo als een winnaar gaat. Maar Fabulous Well die geeft nooit op. En moet op dit moment wel een halve lengte toegeven. In derde stelling hebben we dan, terwijl het veld helemaal uit elkaar getrokken wordt, Diesel Scott. Plaats 4 is voor Arvid Boko, die tot op dit moment een uitstekende koers loopt, maar er zo dadelijk wel een aanval gaat krijgen van een der andere deelnemers aan de buitenkant, waardoor het ja, mij iets wat ontnomen wordt door wat lichtflitsen. Dat is Albert H. Albert H. lijkt geboekt voor het derde plekje, maar vooraan is Godiva Vlevo ontsnapt. Maakt de favoriet het meer dan waar. Is Misha Brouwer hier op weg naar de grootste zegen. Het is Godiva Vlevo met een straatje uiteindelijk nog voor Fabulous Well. En op de derde plaats de 4. Dat is Albert Haan.